De Nederlandse basketballers hebben de sterke start in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2019 geen goed vervolg gegeven. Twee dagen na de verrassende tijdzegen op Kroatië, bleek Roemenië een maatje te groot. Het team van Ponskootstoon van helfteren ging zondag in de Polyvalent Hall in Kluie met 75-68 onderuit. In de andere wedstrijd in groep D van de Europese kwalificatiezone was Italië in Zagreb met 80-64 ten sterk voor Kroatië. Italië had eerder al gewonnen van Roemenië. En gaat met twee zegers aan de leiding. Nederland en Roemenië hebben allebei één keer gewonnen. Kroatië staat na twee verliesbeurten op de laatste plek. De eerste drie landen uit de poelen kwalificeren zich voor de volgende ronde van de kwalificaties voor het WK. Dat in 2019 in China plaatsvindt. De volgende wedstrijd van Nederland is op 23 februari en tegen Italië. Slordig tot het begin van het tweede kwart ging de wedstrijd incluut tussen de nummer 67 en 46 van de wereld redelijk gelijk op. Oranje leidde tot 1822. Maar daarna werd het spel steeds slordiger. Roemenië leidde halverwege met 7 punten verschil, 34-27, en na het derde kwart met 8 punten, 54-46. Bij Nederland was Jannik Franken met 14 punten het meest trefzeker. Tegen Kroatië nam hij vrijdag nog 24 punten voor zijn rekening. Aanvoerder wordt hier de jong kwam tegen de Roemenen, die onder leiding staan van bondscoach Zaire Markovski, tot 12 punten.